Oké, ik ben DJ Vega, Frontal en Stikstof. Voilà. Ik ben KB, Frontal. En ik ben Proceed, ook DJ van Frontal. Ik denk dat ik de dinosaurus van de Neub ben. En ik ben ook organisator van End of the Week Belgium. En voilà, Frontal. Het is ontstaan pas een 4 jaar geleden ongeveer. Dat was eigenlijk ik en Geurik, dat... Zwangere regie. Ja, zwangere regie. Motherfucking zwangere regie in de motherfucking building. Dat vonden dat er te weinig bougeerde rond hiphop in Brussel. Dus hadden we het plan van iets te organiseren. Gewoon een soirée, met optredens en daarna 5. Dus dat eigenlijk het allereerste Frontal dat is ontstaan was een soirée. En voilà, dat zijn we blijven doorzetten tot nu, waar dat we nu zitten met radio, studio, label in wording, om het zo te zeggen. Ik denk dat we in Brussel momenteel zeer actief zijn. Sinds een jaar, allee, Frontal, ik dacht ja, we zijn begonnen met zij zijn begonnen met 1 feu, daarachter is het idee van een label gekomen. Op label is nu de eerste release geweest, hè, Zwangere Regie. Vorig jaar hebben we de kans gekregen om weer bij Brussel een radio-uitzending te maken en sinds de radio-uitzending hebben we besloten om nog meer vuiven te organiseren, dus momenteel zijn we gewoon vooral heel actief. Hoe dat ons plaats in de scene is, is gewoon aan ons werkgedrag te zien, denk ik. We zijn gewoon constant bezig en dat doet ervan dat er veel wordt gesproken, want er is veel activiteit rond Frontal. Eigenlijk zelf het heft in handen nemen en niet blijten, maar gewoon het zelf organiseren. En... Voilà. Dus we hebben eigenlijk half en half de vraag uit de VK gekregen om iets samen te organiseren, om het zo te zeggen. En ze hebben een reeks van events dat Puur Belge noemt. Dus dat is niet enkel onze soirée dat Puur Belge noemt. Je hebt er verschillende, in elke genre een beetje. En voilà, dus we hebben het op ons genomen van rond hiphop Puur Belge iets te organiseren. En ik denk dat we qua dat affiche gezien goed geslaagd zijn van het Puur Belge. En we beginnen eigenlijk met End of the Week. End of the Week, dat is... Een internationale MC-challenge eigenlijk, waar we op zoek gaan naar zogezegd de beste MC. Dus eigenlijk een MC die goed op het podium staat, zowel kan improviseren als teksten kan schrijven. En dat is een wedstrijd dat wij doen over heel België, in Wallonië, Brussel, Vlaanderen uiteraard. En morgen is de finale, er zijn er 5 geplaatst na 5 kwalificatieronden. En de winnaar daarvan die mag dan in oktober naar Praag gaan op de World Finals. En dus het tweede gedeelte is dus de Zwangere Guy vinyl release. Morgen, je weet wel, in de VK. Dus brengt hij zo goed als zijn volledig repertoire met al de featurings en de guests. Lors du commun, Romeo Elvis, Stikstof, Le 7-7, Cabin jean jacques Brihang, Dutch Norris, Blue Samu, onze zaak. Oh shit! En dan ook een paar extra vrienden die gewoon ook een nummer kunnen brengen, dus... Nou, we zeggen dat België goed vertegenwoordigd zijn. Ze komen uit Kortrijk, ze komen uit Knokke, ze komen uit Antwerpen, ze komen uit Brussel, Charleroi. Dus dat komt goed, hè.